De populariteit van Jean-Marie Pfaff neemt alsmaar toe. Vorige week werden Jean-Marie en Carmen Pfaff nog verkozen tot Vlaanderens droomkoppel. En nu werd bekendgemaakt dat de ex-keeper ook een eigen glossy magazine gaat publiceren, getiteld Jean-Marie. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat Jean-Marie Pfaff wordt overspoeld door potentiële nieuwe sponsors. Spamrapport trok op onderzoek naar het bedrijf NV Call Solutions. Dat werd aangezocht om een oplossing voor dat probleem te zoeken. Ja, wij van Call Solution werden aangesproken door de familie Pfaff om nieuwe technieken te ontwikkelen in zaken reclamemogelijkheden. We weten allemaal dat Jean-Marie de pionier is in zaken hemdskraagreclame. Er komen altijd meer en meer sponsors bij. Jean-Marie is ook maar een mens, kan maar één hemd tegelijk aan doen. Dus zochten wij naar mogelijkheden om dat verder te ontwikkelen. Hebben we dat ook gevonden. Bijvoorbeeld een van de oplossingen was een nekverlenging, zoals sommige vrouwen in Birma dat ook doen, met metalen ringen die dus door aan te spannen de nek verlengen. Jean-Marie heeft dit gedaan, geprobeerd, met succes trouwens, waardoor er meer kraagruimte vrijkomt, waardoor er zeker een dozijn sponsors meer op de kraag kunnen komen te staan. Uiteindelijk is dat project afgeblazen door Carmen, die de strijk gewoon niet zag zitten. Maar Call Solution heet niet voor niks Solution. De ideale oplossing leek ons de lichtkrant. We kunnen die dus zo bevestigen, bijvoorbeeld voor Jean-Marie op zijn hemdskraag, langs beide kanten. Het is natuurlijk nog maar in een prototype fase, maar het biedt zeker op reclamegebied legio mogelijkheden.